fileren van een harder. De harder dient normaal gesproken geschrupt te worden. Deze is al helemaal geschrupt, maar we controleren nog wel op het feit of er nog losse schubben aan zitten. Dat is mooi schoon. Vanuit de buikzijde halen we hem open. Dan halen we zijn ingewanden eruit. Tussen de kieuwen door. We halen het ingewanden eruit. Dan halen we hem van de buikzijde open. En een kleine snee. Dan halen we hem één keer zijn ingewanden eruit. Achter de kieuw snijden we hem in. Dan snijden we door tot naar de middengraat. Vanaf de ruggraat tot bovenzijde kop. Dan halen we hem open. En vanaf de kopzijde over de rug. Achterzijde ook, achter de kieuwen. De overste ruggraat tot aan het einde staart. Mooie filet over. Controleer de filet op graten en haal de eventuele oneffen stukken weg. Als je eruit eraf wil hebben, dan begin je bij het staartstuk. Je snijdt hem even recht in, dat je grip hebt met je vingers en houd het mes plat. Je trekt met je vingers het vel strak, hou het mes schuin en snijd voorzichtig.